Zouden jullie... het is eigenlijk een hele stomme vraag, maar goed. Elkaars reet geld, ja. Nee, geld speelt geen rol. Zou je een bidet nemen in je droomhuis? Ja. Ja hoor. Ja. Zeker in deze situatie, maar het blijkt ook echt heel wat hygiënisch te zijn. Ja, ze zeggen dat het een van de lekkerste dingen is. Of gewoon een toilet waar het al zeg maar bij ingebouwd zit. Van die moderne Japanse toiletten. Ja, ik gewoon ik met zo'n tuutje. Maar het is, kijk, die wet wipes zijn sowieso al super chill. Dat is echt, want dan veeg je, dat is het drogen. Eigenlijk moet je het zo zien. Het is net als de wasstraat. Eerst gewoon vegings. Dus het drogen, een beetje stofzuigen en zo. Uh-huh. Dan is het, een nat doekje, eentje. Yeah. Yeah. En dan doe je weer nadrogen. Dus bam, weer even maar je gebruikt één nat doekje. Eén nat doekje. Oké, okay, ja. Hoeveel gebruik jij er? Nee, gewoon één. Ja. Want ja, als je meer gaat doen en je gooit dat in je wc, dan gaat die klonten. Ja, precies. Je moet die dingen sowieso niet in je wc gooien. Jawel, zelf... deze mag wel. Ja, oh, ja? Ja deze mogen mag. Wel, ja. Ja, gewoon eentje. Gewoon, ik heb een keer gehad dat... we hebben het al heel lang over poepen, maar goed. Ik heb een keer gehad dat mijn wc in mijn oude huis, zat mijn wc verstopt of het wilde niet meer weglopen. Ja. En toen hebben ze de straat opengehaald. Nee! En toen kwam daar letterlijk zo'n bonk van die wet wipes kwam daar uit. Echt zo'n, ze haalden daar uiteindelijk echt 10 kilo wet wipes haalden ze uit het riool. Want dat had blijkbaar, ik weet niet wie dat erin had gesodemieterd, of het onze onderbuurvrouw was of wat. Jezus. Maar dat was behoorlijk nasty. Oeh. Ja, dat heb je ook onder Verenigd Koninkrijk volgens mij. Haalden ze van die vetbulten weg in een riool of zo. Omdat mensen allemaal frituur, vet en weet ik veel wat er doorheen knallen. Door een wc? Nou ja, door een wc, maar ook bijvoorbeeld als goudsteen, jij, ja, ook als jij thuis denkt, ja, ik heb net iets gebakken in zo'n laag boter. Nou, fuck it, ik flik het er doorheen. Want toch doe je dat, onbewust doe je dat. Dan was je hem even af en heel veel vet gaat dan mee. Ja. Dat klontert dus allemaal samen in zo'n riool. Ja. Fucking koop airfryers. Olieloos. Vetloos. Chill. Wacht, voordat we daarop gaan. Even nog terug naar het bidet ding. Want jij bent volgens mij heel erg geïnteresseerd daarin. Nou, niet zozeer. Nou, ik ben zelf niet zo'n fan. Als in, ik bedoel, het lijkt mij niet... Ja, volgens mij is het wel een lekker gevoel. Ja, weet ik niet. Zo'n koude straal op je anus. Ik bedoel, je hebt toch wel eens... Het moet warm zijn. Ja, het moet wel warm zijn. Maar je hebt ongetwijfeld als kind... ben je wel eens gewoon boven een straal gaan staan. Dat die in een zwembad, zeg maar. En dan... Pssst, en dan ga je erop staan. Nee. Rot op. Tuurlijk heb je dat wel gedaan. Als kind, vast als wel. Als kind, straal in mijn reet. Nee, heb ik nooit gedaan. Rot op. Welke straal? Nou, je hebt toch in zwembaden, heb je toch zeg maar van die spuitstralen? Ja. Van die speelparkjes. Heb jij dat wel gedaan? Vast wel. Ik kan me het niet herinneren. Maar ik heb wel een zetpil gehad en jij niet. Ja, dat is waar. Oef. Andere ervaring. Maar ik kan me wel inbeelden, waar ik eigenlijk naartoe wilde. Ik kan me wel inbeelden hoe het is om gewoon een soort natte spuit en? Tussen de billen te krijgen. En... Het zal misschien onwennig zijn, maar volgens mij voel je je daarna zo schoon. Onwennig, klopt. Maar wel lekker. Ja. Ja, man. Ik zou het willen. Fuck it. Ik bel mijn chick. Ga ze nu bestellen. Nou, weet je wel... ik begon er ook over, omdat Shroud, weet je wel, grote streamer... Ja. Multimiljonair inmiddels geworden van het streamen. Die zei, ik koop een eigen huis. Eerste wat ik doe, bidet erin. Gewoon, dat is het eerste. Dat was het eerste. Hij was echt op zijn bidet. Dat was echt een belangrijke investering. Ja, super chill. Ik denk echt wel dat het chill is, man. Maar het is zo in... veel mensen hebben de illusie van... Oh ja, ik veeg gewoon met een droog doekje. Het is nu wel schoon. Terwijl het slaat nergens op. Maar je veegt het gewoon door. Stel, ja, je moet het zo zien. Stel, ik heb hier kak op mijn hand. Ja? Gewoon even... iemand heeft op mijn hand gescheten. Ja, ja, ja. Dus, en ik haal het een beetje eraf. En ik heb nog zo'n veeg. Oh ja, dus ja, nog ja, zo'n ja. Klontje. Ja. Dat veeg ik letterlijk alleen met een wc-papiertje. En denk ik, ja, het is schoon. Ja, of ja, het nee, dat slaat helemaal nergens op. Het is hetzelfde als je, zeg maar, je stapt met je schoen in de kak en dan ga je aan het gras ga je het vegen. Ja, precies. Ja. Precies. Het gaat er nooit helemaal af. Nee, want maar... Ja, want nee. Ja, maar je gaat ook niet het laten zitten. Nee, dan ga je met zo'n takje ga je porren. Maar toch zit het maar ertussen. Maar ik ga geen takken tussen mijn billen stouwen. Nee. En je hebt toch zo'n... Je hebt zo... Waar ik bedoel, je je anus is niet glad. Nee. Je hebt een beetje haar, beetje ridges en shit. Snap up, je? Ik bedoel, ja, als we toch echt ingezoomd gaan op die shit. Ik hoop dat mensen niet aan het eten zijn terwijl ze dit nu luisteren. Je hebt van die tarrels. Heerlijke show, jongens. Ja, die shit gebeurt, man. Ja, het moet gewoon bespreekbaar zijn, nee, toch? Maar oké, vraag aan jou. Vraag aan jou. Veeg jij zittend of staand? Oh, dit hebben jullie laatst ook gezegd. Zittend. Kijk. Maar hey, hoe doe je dat? Zo, kijk, ik ga het nu bewijzen. Dus ik zit nu op de wc. Ja? Jij zit nu op de wc. Dit is de ring. Ja. Ik heb gescheten. Ja.
En dan gewoon zo. Je leunt. Ja, leunings op de linkerbeen. Ja. Toch? Ja, maar ja, nee, ik ga mee met je arm of hand dan nooit in de knel met een bril of zo? Nee. Nee? Daar is het op bedacht. Daar is het op bedacht. Maar hoe doe jij het dan? Ja, gewoon zeg maar... Je hebt gekakt? Ja, oké. Okay, en dan ga je een beetje zo staan en dan zo. Ja, dat is gewoon een beetje naar voren leunen, maar wel zeg maar de houding. En dan gewoon vegen. Dus je hebt gewoon eigenlijk wat jullie doen, maar dan staan. Maar hoe haal je je reet uit elkaar? Hoe bedoel je? Ik hou mijn reet uit elkaar. Nee, dat is toch niet... Nou, je kan toch een beetje zo... Oh, ja, zo. Het is gewoon een soort... Of doe jij zo... Jij hebt toch zo'n klein waterfonteintje. Doe je dan zo? Dat je zo je... been zo doet. Ja. Dat je gewoon zo fucking goed kan vegen. Nee, ik doe geen been omhoog. Nee? Nee, ik geen been omhoog. Oh, maar of jij gaat andersom op dat squat krukje zitten. Nee, nee. Maar motherfucker, ik ga gewoon staan. Maar jij gebruikt wel iedere keer die squatterpotty. Ja. Nee, serieus? Dat is echt ideaal. Ik kak sneller dan ooit. En ik gewoon... Dat vind ik niet eens chill. Ik wil gewoon lang zitten. Bestel nu je kan lang zitten, maar... Bestel nu je squatterpotty met code GMNR. Ja, hey, dat zou je moeten doen, man. Nee, maar het is ook beter voor de doorloop, zeg maar. Want als jij nu, zeg maar, gewoon zit zoals je nu zit... Je knelt, zeg maar, je endelt dan een beetje. Ja, dat zeggen ze. Klopt. Maar als jij je been omhoog doet... Waarom ik heb denk de animatie je dat... gezien. Ja, ja, ja. Waarom denk je dat ze in fucking India of wat de fuck dan ook, allemaal zeg maar op zo'n squat en dan gaan kakken. Omdat ze op straat kakken, bro, daarom. Wat de fuck denk je? Ja, maar waarom doen ze het dan niet gewoon voorover gebogen? Ja, dat hoe bedoel je? Gewoon zo? nee, wel gewoon gehurkt, zeg maar. Gewoon zo. Oh, ja, klopt. Weet je? Ja, dit zie je in de westerse wereld. Half staand, weet je? Maar daar gaan ze gewoon lager. Dat hun bijna hun kontharen gewoon de grond grissen, zo. Je hebt wel van die wc's in Turkije, dat is gewoon een gat in de grond. Ja, dat is toch, what the fuck? Dat is ook, maar dat is ook squatten. Ja. Maar dat is echt vreselijk, man. Maar ze zeggen dus, nou ja, goed, laten we... Oké, laatste. Ja. Nou ja, ze zeggen dus dat het extra hygiënisch is, want je hoeft niks aan te raken. Ja. Oh, dat is ook weer zo, ja. Alleen, ja, het gevaar is dan wel. Oh, dus ja. Je staat dan wel, zeg maar, bij de gevarenzone. Als je naar achter valt. Nou, je staat, zeg maar, gewoon bij het gat. Dus oh, je bedoelt dat als zo omhoog plonst in je gezicht? Ja, wellicht. Of tijdens het, als iemand plast, weet je, dat moet ook in dat gat. Als, je ziet het hier al gebeuren, laat staan daar, weet je. Klopt, maar het is daar zijn ze schilderijen aan het schilderen. Ja, het is echt zo, want meestal zijn die wc's wel een beetje zo nattig overal. Snap je? Het is overal een beetje omdat dat gat, als je doorspoelt, dat water klotst en zo. Ja, het is niet lekker, man. Nee, ik heb gewoon liever een toilet. Ik ook. Ja. Ik moet wel zeggen, ik heb één, en dit is het laatste wat ik erover zeg, maar ik heb een keer op een camping gestaan, een week lang. En toen was dat de enige optie voor een toilet. Ja. En toen zat ik wel echt dagenlang op te zien tegen het moment van de nummer 2. Maar ben je uiteindelijk wel geweest? Ja, uiteindelijk wel, maar dat ik wel zoiets had van, oké, ik kan maar beter zorgen dat ik ook echt, echt, echt moet. Ja. Want ik ga niet daarmee. Nou ja, goed. Ja. Maar ja, hoe ging het goed? Het is uiteindelijk wel gelukt, maar ik vond het niet fijn. Niet fijn, oké. Okay. Nee, ik vond het niet prettig. Ik leg deze even bij mij, hè? Want jullie hebben super lekker zonlicht. Oh ja, maar wij leunen inderdaad ook meer achterover. En de zon verplaatst ondertussen ook. Precies. Ja. Zo beter. Ja, perfect. Ja, nice man. Ik wilde eigenlijk nog één ding over zeggen, maar ik ben het vergeten. Fuck. Waarom praten we langer over kak dan over corona? Niet te geloven. Oh ja, nee. Maakt niet uit. Omdat het heeft met elkaar te maken. Oké. Weet niet waarom. Ben jij een lange zitter of ga jij snel gewoon kakken weg? Of neem je gewoon je momentje. Denk je van, ik kan even Twitch kijken. Even nou, wat ik soms wel doe... Video monteren. Ik vind, terugkomend op de smetvrees. Ik vind het niet fijn om mijn telefoon in mijn hand te hebben tijdens. Yeah. Maar wat ik nog wel eens wil doen, is dat ik dan eerst... onderweg naar de wc een stream uitkies. Dan druk ik zo op morg. Dan zet ik hem aan de andere kant van de badkamer... zet ik hem zo op de verwarming. Ah, en ja. Dan ga ik rustig mijn ding zitten doen. Oké, ja. Dat wil ik nog wel eens doen. Maar het is niet dat ik vind het niet fijn om al poepende erop te zitten scrollen... omdat je hoort toch vaak telefoon ranzigste dingen in mensen hun leven. Dus ik leg hem eerst liever daar... Ja, oké. Ja, oké. I get it. Oké, ik snap. Gewoon zo ver mogelijk van je anus vandaan. Juist. Anusvrije zone. Ja. Ja, hij blijft toch reflecteren. Nou, je ziet er goed uit hoor, morgen. Ja, dat is wel prima. Ik zou je geen zorgen maken. Nee, het was meer voor... maar ja, wat maakt het uit? Nee, maar ik ben best wel een... Een lange zitter. Ja, ik kan wel gewoon chillen. Dat mijn chick gewoon soms vraagt van, blijf je daar? Leef je nog? Ja. Kom je nog?
Oh ja, shit. Ja, ja, ja. Of dat ze zeggen, ik moet plassen. Oké, okay, kom eruit. Oh, dan kan het wel. Ja, ja, ja. Dan kan je er wel uit. Alleen wanneer de nood hoog is. Ja. Ben jij? Jij bent volgens mij een snelle kakkings. Ik ben wel een... Ik kan net snel... Het is zelden dat het voorkomt dat ik gewoon even goed ga zitten. Dat is als ik niks op de agenda heb staan. En dat gebeurt weinig. Die squatterpot, die vliegt het eruit natuurlijk. Ja, het vliegt eruit. Bap. Maar nee. hij hoeft niet eens te persen. Het is gewoon... Ja, het is gewoon zo'n zucht. Ik hoef alleen maar te... Ja. Ja, daar hadden we het over. Hij heeft geen anus, hij heeft zo'n klep. Bombs away! Gadverdamme. Zo'n vliegtuigklep. Die zo... Yeah. Dat je echt denkt, beter spoelt hij door. Beter zo... Hij wordt gelijk weggezogen. Grab the supplies. Ja, man. Nice.